FC Groningen krijgt vanavond bezoek van de Graafschap. Sinds 1973 speelde FC Groningen 16 keer thuis tegen de Superboeren. 10 van die thuiswedstrijden werden gewonnen. Sander van Gessel. En hij brengt de eindstand op 2-0. De belangrijkste wedstrijd van het seizoen en dan een goal maken en dan zo afscheid nemen hier in het Oosterpark. Ja, dus een mooi scenario bestaat niet, denk ik. Een hele mooie 1-2 tussen Van Gessel en Broersje. Broersje tikt een brug naar Van Gessel en dan is er Wevers. Toen nog in goede doen. Hij zou later een hoofdrol vertolken. In de rust opnieuw problemen met die lichtinstallatie van FC Groningen. De stroomtoevoer ging weer uit. Het Oosterpark was weer aardedonker, maar uiteindelijk kon er toch verder gespeeld worden. Inzet van Floreen. Ogenschijnlijk niets aan de hand voor de Graafschap. Maar dan is er Van Gastel, die rekent op zijn keeper. Maar de keeper is uit doel. En Glenn Selmen gaat er met de buit van door. Groningen leidt met 1-0 tot woede van vooral die Van Gastel. En dit is een mooie aanval van Groningen. Want Tohuteru kreeg die bal via een verdediger van de Graafschap. En zet Landerl aan het werk. En die, ja, die poort de keeper. Door de benen van keeper Wevers. Tot grote vreugde natuurlijk ook van Ron Jans. Groningen leidt met 2-0. Vrije trap van Christef op het hoofd van Drent. Bronkhorst komt niet aan die bal. Broersen wel, opnieuw de keeper. Bot ruimt op en dan is er Drent met een wereldgoal. Fantastische uithaal. Groningen leidt met 3-0. Hola. Verik. Aan de start gegeven, daar is Holla en daar is de 1-0 voor Groningen. Dan is de band toch gebroken. Heeft het voor Groningen begrippen tamelijk lang geduurd, maar was dit een prima aanval. Goed besloten door Holla. Vrijtrap komt van Danny Holla. Man van de enige treffer tot nu toe. En daar is wel de tweede. Prachtige vrije trap. En zo viert Granqvist zijn feestje. En geen buitenspel zal hij dan toch nog toeslaan, Berg. Ja, zei het. Het oogt allemaal niet lekker bij Berg vandaag, maar dat wil niet zeggen dat hij niet scoort. En jawel hoor, dat doet hij. En zo wordt het toch nog een ruime overwinning voor Groningen. Hoe dan ook, Granqvist achter de bal. En dan is het 1-0 voor FC Groningen. De kans komt eraan. Sparf heeft tijd nodig. Matas, Heijen, Enevoldsen, Miet. 2-0.